vergadering. Aan de orde is het 30-leden-debat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom. De woordvoerders, de mensen op de publieke tribune. En ik geef het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Zij is tevens de aanvraagster van dit debat. Dank u wel, voorzitter. In de zorg is constant zo'n beetje gebrek aan alles als het om spullen gaat. Niet alleen aan geneesmiddelen of hulpmiddelen of mondkapjes, beschermbrillen en jassen zoals we dat uit de coronacrisis kennen. Maar ook aan naalden, spuiten, afzuigbuisjes, beademingsbuisjes, huidnietjes, afdekmateriaal, infusen, kunstknieën, incontinentiemateriaal, wondverbanden enzovoorts. Per ziekenhuis gaat het om 100 tot 300 producten die niet besteld kunnen worden. Ook in de verpleeghuizen grijpt men constant mis. Terwijl het gaat om spullen die je makkelijk kunt opslaan en waar je dus voorraden van kunt aanleggen. Waarom lukt dat niet? Nou, tijdens de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk dat we door de marktwerking van onze spullen afhankelijk zijn van handelaren die winst willen maken. En ik heb niks tegen winst maken. Maar hier, als het gaat om de zorg, zijn we er met z'n allen gewoon de dupe van. Volgens de NZA kunnen op dit moment ziekenhuizen de planbare zorg maar voor 59% leveren. De inhaalzorg van onder meer de 305.000 operaties die volgens het RIVM tijdens de coronacrisis werden uitgesteld, worden maar niet ingelopen. Vooral omdat er steeds nieuwe patiënten bijkomen die ook een operatie nodig hebben. En steeds vaker wordt de wachtlijst dus ook langer door ingeplande patiënten wiens operatie niet kan doorgaan omdat er spullen ontbreken. Daarboven geeft de helft van de fabrikanten aan dat ze medische hulpmiddelen van de markt gaan halen, waardoor tekorten alleen maar zullen toenemen. De coronacrisis mag dan voorbij zijn. De crisis in onze ziekenhuizen is dat nog lang niet. Je zult maar lang gewacht hebben, met pijn hebben gezeten, eindelijk aan de beurt zijn en dan je operatie afgebeld wordt omdat je kunstknie niet binnen is. Of de hele dag wordt afgebeld omdat er geen afdekmaterialen zijn. De minister reageert met een goede inhoudelijke brief. Ook dat mag gezegd worden, voorzitter. Maar de oplossingen zijn wel slappe hap. Hij schrijft dat er al veel wordt gedaan om te zorgen voor een zo robuust mogelijke productie- en distributiesysteem en voorkoming van problematische tekorten. Dat gebeurt door het versterken van weerbaarheid van ketens en het gezond maken en houden van de Nederlandse markt. Ook is de regering in gesprek met het veld over hoe fabrikanten en inkopende partijen gesteund kunnen worden om tekorten op te vangen en waar mogelijk te voorkomen. Dit zijn echter wel een hoop open deuren. De minister schrijft dat er geen garantie op 100% beschikbaarheid van alle medische producten kan worden gegeven. Nee, dat snap ik ook wel. Maar de minister kan zoveel meer doen dan praten en monitoren. Hij kan bijvoorbeeld voorraden verplichten. Hij kan een exportverbod instellen bij tekorten. Hij kan distributiekanalen regelen. Maar nog veel belangrijker, hij kan deze spullen uit de marktwerking halen. Waarom leert de minister niet van de coronacrisis? Laat de minister nu eens laten zien dat hij echt uit de zorg komt. Dank u wel. Mevrouw Agema, interruptie van mevrouw Thiele, VVD. Ja, mevrouw Agema stelt dat de minister de spullen wel uit de marktwerking zou kunnen halen. Stelt mevrouw Agema zich dan voor dat de overheid allerlei fabrieken gaat oprichten of publieke groothandels? Of wat ziet mevrouw Agema daar ongeveer voor zich? Nou, kijk, je hoeft natuurlijk niet voor alle 500.000 medische hulpmiddelen, die hoef je niet allemaal uit de marktwerking te halen. Maar voor een deel, vooral die hulpmiddelen die cruciaal zijn, kun je dat wel. Kijk, als tijdens de coronacrisis de mondkapjes en de persoonlijke beschermingsmiddelen niet onder de marktwerking waren gevallen, dan waren ze ook niet verkocht geweest aan China. Want zo makkelijk is het gebeurd. Omdat ze eigendom waren van fabrikanten, van particuliere partijen, konden ze ook worden verkocht aan de hoogste bieder. En daarom hebben wij in Nederland zulke grote problemen gehad. Mevrouw Thiele. Maar dan draait mevrouw Agema er toch een beetje omheen. Want ze zegt, je kunt niet al die 500.000 verschillende materialen, hoeven we geen publieke fabrieken voor te maken. Ja. Maar voor mondkapjes dan wel? Is dat wat mevrouw Agema bedoelt? Dus heeft mevrouw Agema dan een lijstje met materialen waarvan ze zegt, ja, daar moet vanuit het ministerie is gewoon fabrieken voor worden opgezet? Nou, het lijkt me heel erg verstandig om inderdaad die mond-neusmaskers wel in eigen land te maken. Ja, is nog steeds niet het geval. Hè? En corona gaat nog steeds rond in ziekenhuizen en verpleeghuizen als een malle.
En nog steeds maken we die dingen maar mondjesmaat in eigen land. DSM heeft het volgens mij een poosje gedaan en Auping ook. Maar ja, toen was het weer klaar. Want marktwerking. En ik denk dat er best een heel aantal dingen zijn die zo van cruciaal belang zijn. Zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur, afdekmateriaal voor tijdens operaties. Kijk, waar we nu tegenaan kijken, is dat we het op de VVD-manier blijven doen. Is dat dus mensen heel erg lang moeten wachten op een operatie. En als die operatie daar is, dan zijn de spullen op. Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Heijink, SP. Dank u wel, voorzitter. En ik spreek vanavond ook namens de mevrouw van der Plas van de BBB. Over een serieus probleem wat mij betreft, over de tekorten die er zijn, niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg en de verpleeghuizen als het gaat over de medische hulpmiddelen. Operaties die worden uitgesteld en zorgverleners die kostbare tijd kwijt zijn met veel kunst en vliegwerk om de juiste materialen te kunnen vinden. En dat in een tijd dat de druk in de zorg toch al enorm hoog is. En ik wil graag van de minister weten, heeft hij ook zelf of van de inspectie een idee van hoeveel potentieel gevaarlijke situaties ook hierdoor zijn ontstaan? Of hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn? Heeft de inspectie daar ook al melding van gemaakt? Kan de minister uitleggen wat de overheid nu zelf doet om deze problemen tegen te gaan? In hoeverre dringt de minister aan op samenwerking, het aanleggen van voorraden om dit soort problemen op te lossen? Of is het inderdaad nog steeds, en mevrouw Agema zei dat terecht, marktwerking en ieder voor zich? Welke lessen heeft de minister nou geleerd van de coronatijd, toen we hebben gemerkt hoe belangrijk het is dat je bepaalde materialen zelf kan maken of op voorraad hebt? De minister schrijft dat er strengere Europese regels zijn, waardoor hulpmiddelen nu langer moeten wachten op het juiste certificaat. En wij vragen ons af waarom de minister er niet voor kiest om die certificering van medische hulpmiddelen ook meer zelf naar zich toe te trekken. Waarom wordt het aan marktpartijen overgelaten? En waarom wordt er niet gekeken naar wat we als samenleving als eerste en als beste nodig hebben? Erkent de minister dat het juist deze strengere keurmerken op dit moment ook zijn, die oorspronkelijk natuurlijk bedoeld zijn om de kwaliteit en de zorg voor de patiënt te verbeteren, maar nu dus juist voor risico's kunnen zorgen omdat het voor heel veel vertraging zorgt? In hoeverre heeft de overheid nu eigenlijk grip op welke middelen als eerste worden gecertificeerd? Of kan het ook zo zijn dat er lange wachttijden zijn omdat er eerst certificaten moeten worden ontwikkeld voor middelen waar eigenlijk ook al een variant van beschikbaar is? Heeft de minister daar eigenlijk wel enige zicht op en enige grip op? Deelt de minister ook de mening van de SP dat de toelating van die medische hulpmiddelen eigenlijk onafhankelijk zou moeten zijn en zonder financieel gewin zou moeten plaatsvinden? Welke lessen trekt de minister uit de verschillende manieren waarop geneesmiddelen bijvoorbeeld nu enerzijds en aan de andere kant de hulpmiddelen gecertificeerd worden en tot de markt worden toegelaten? Welke parallellen ziet hij? Maar vooral ook, wat kunnen we nou leren van de manier waarop geneesmiddelen worden gecertificeerd en worden toegelaten? En waarom zou we parallel aan dat bij de medische hulpmiddelen ook niet kunnen doen? Kan de procedure dan niet veel eenvoudiger worden, onafhankelijker worden? En kunnen we op die manier niet ook zorgen dat er de juiste hulpmiddelen als eerste beschikbaar komen? Introductie van mevrouw Paulusma, D66. Ja, dank voorzitter. Ik hoor meneer Heijink de vergelijking maken tussen de geneesmiddelen en de hulpmiddelen. En ook een oproep aan de minister om dat gelijk te trekken. Ik zie heel veel kansen, en dat zien we ook al op het gebied van geneesmiddelen, omdat we dat Europees doen. Dus ook Europees inkopen en ontwikkelen. Ziet meneer Heijink van de SP datzelfde als het gaat om de hulpmiddelen? Nou, ik zou daar op zichzelf niet per se problemen tegen hebben. Het gaat er mij in de vergelijking meer om. En ik zeg ook niet dat het meteen moet gebeuren. Ik zou de minister willen vragen, onderzoek dat eens. Van hoe kan het nou dat we bij geneesmiddelen een heel traject hebben voordat een product een geneesmiddel de markt opkomt? Terwijl bij hulpmiddelen, medische hulpmiddelen, het eigenlijk duizend bloemen bloeien is. En we eigenlijk geen idee hebben wat er precies komt. Iedereen kan iets anders gebruiken. Terwijl het misschien wel heel logisch zou zijn dat er een onafhankelijke instantie ook kijkt van, ja, wat is eigenlijk de opbrengst van dit medisch hulpmiddel? Hoe verhoudt de kwaliteit zich eigenlijk tot de kosten die we er gezamenlijk in stoppen? Want het zijn wel allemaal premiegeld en belastinggeld waarmee wij vervolgens voor die medische hulpmiddelen gaan betalen. Dus misschien kan het wel op een veel slimmere manier dat misschien sommige ziekenhuizen ook hetzelfde product gaan gebruiken, waardoor de kosten ook omlaag kunnen. Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Maar bedoelt meneer Heijink nu, om toch even heel precies te worden, dat slimmer wellicht slimmer Europeeser zou moeten, ook als het gaat om hulpmiddelen? Kijk, voor mij is dat niet de crux.
Als dat Europees goed kan, dan moet je het Europees doen. Het gaat er mij om dat het onafhankelijker gebeurt. Kijk, wat er nu gebeurt, is de certificering van medische hulpmiddelen gebeurt door private instellingen. En daar kom ik dadelijk nog op in mijn laatste 19 seconden. Dat is in het verleden ook best wel heel vaak misgegaan. Als je het bijvoorbeeld hebt over de borstimplantaten. Als je het bijvoorbeeld hebt over die uitzending van radar, waar een mandarijnnetje geregistreerd kon worden als een hoe heet zo'n ding nou? Sorry? Mesmatjes, ja, precies. Bekkenbodemmatjes, dat woord zocht ik. Dat is niet een woordje wat je alledaags gebruikt. Een bekkenbodemmatje. Een mandarijnnetje als bekkenbodemmatje registreren. Dat is in het verleden gebeurd. En dat komt deels ook doordat je particuliere bedrijven hebt die dat uiteindelijk die registratie doen. Dus daarom zou de SP voorstellen, kunnen we nou niet op een slimmere manier dit soort registraties doen, de certificering beter maken. En dan kijk ik inderdaad eens naar de geneesmiddelen of daar dus niet meer grip op te krijgen is. Mevrouw van den Berg, CDA. Ja, voorzitter, even doorvragend ook op het punt van mevrouw Paulusma. Hè, want ik inderdaad, al die notified bodies, die aangemelde instanties. Ja, iedere daad hulpmiddel kan zich daar gewoon melden. Maar begrijp ik dan goed dat meneer Heijink eigen soort, zoals wij een EMA hebben voor de European Medicine Agency, voor alle geneesmiddelen, dat meneer Heijink zegt het zou handig zijn als ook zo'n instituut er zou zijn voor de medische hulpmiddelen. Nou, die kijkt dan alleen naar effectiviteit en veiligheid. En dan is het vervolgens hier dus aan het Zorginstituut om te bepalen, ja, of het ook toegevoegde waarde heeft en hoe het met de prijs zit. Dus ik probeer even nog beter te begrijpen hoe meneer Heijink zich dat voor zich ziet. Voorzitter, mijn stoel zakt in. Mijn tafel. Ja, en ik weet niet wie dat doet. Ik kan niemand beschuldigen. Het is wel heel bijzonder. Kijk, nu lijkt het alsof ik ter plekke hier groei, maar ja, dat is niet zo. Niet. De vraag, ja, nee, dat zou je dus op Europees niveau kunnen doen. We hebben ook in Nederland natuurlijk instituties die de geneesmiddelen beoordelen. Dus daar, je zou het ook op nationaal niveau kunnen doen. Maar gaat het erom dat er meer onafhankelijkheid in komt? Volgens mij heeft mevrouw van den Berg dat punt zelf ook heel vaak gemaakt. Dat binnen ziekenhuizen heel vaak hulpmiddelen aangeschaft worden voor hele hoge kosten, die vervolgens heel weinig worden gebruikt en waarvan je eigenlijk de kosten zou willen delen of op een andere manier zou willen oplossen. Ja, daar volgens mij zou het heel goed zijn om daarnaar te kijken. En ik heb de oplossing niet, dus ik ga ook niet zeggen van je moet het nu zo doen en dan komt alles goed. Maar ik denk wel dat het verstandig zou zijn om daarnaar te kijken of dat op die manier zou kunnen. Mevrouw van den Berg. Ja, voorzitter, dan concludeer ik eigenlijk twee dingen. Het ene is dat je zegt, nou, je hebt een instituut waar gewoon het veel meer samenkomt en die kijkt naar effectiviteit en veiligheid. En het tweede punt wat meneer Heijink naar voren brengt, dat heb ik inderdaad een paar keer genoemd, hè, nut en noodzaak. Een middel kan buitengewoon effectief zijn en heel erg nodig. Maar dan is de vraag, hebben wij dit soort dure robots en scans in ieder ziekenhuis nodig? Of kan daar veel beter op samengewerkt worden? Maar het zijn voor mij wel twee aparte punten. Ja, ik denk dat beide goed is. En ik denk ook dat je zou kunnen kijken van, dat is dat verhaal van laat duizend bloemen bloeien. Ik bedoel, als er 10 fabrikanten zijn die min of meer hetzelfde product hebben gemaakt, hetzelfde hulpmiddel hebben gemaakt, bijvoorbeeld om een operatie te kunnen doen of zo, dat je dan kijkt van ja, zit er dan kwaliteitsverschil in? Wat is dat eigenlijk, hoe zit het met de prijzen? Wat koopt ieder ziekenhuis nou precies in? En waarom is ziekenhuis A heel goedkoop uit met dit middel en betaalt ziekenhuis B 5 keer zoveel met een vergelijkbaar middel? En waarom trekken ze niet samen op, zodat we gezamenlijk de kosten van de zorg betaalbaar kunnen houden? Dus volgens mij zou je daar meer in moeten samenwerken en daar ook onafhankelijker naar moeten kijken, zoals we eigenlijk bij de geneesmiddelen ook beter toetsen. Volgt u betoog weer. Ja, voorzitter, ik was eigenlijk wel zo'n beetje klaar, want ik heb het in de interrupties wel zo'n beetje gezegd. Die procedure zou wat ons betreft onder de loep moeten worden genomen. Ik noemde daarnet al het kunnen registreren van een mandarijnnetje als bekkenbodemmatje. We hebben ook, nou ja, mevrouw Agema weet er alles van, die heeft die debatten vaak gedaan, nog met mijn voorganger Henk van Gerven, ook over de borstimplantaten bijvoorbeeld, wat tot rampen heeft geleid voor heel veel vrouwen. En wat ook nog steeds natuurlijk heel veel onnodige zorgkosten veroorzaakt. Dus daar zouden wij graag reactie van de minister op willen. En dank u wel. Te doen. Dank. Dan geef ik het woord aan mevrouw van den Berg, CDA. Voorzitter, je zal de pech maar hebben. Je operatie, knieoperatie was al uitgesteld vanwege corona. En nu wordt het opnieuw uitgesteld, maar nu omdat er geen knieprothese beschikbaar is. Of omdat er een tekort is aan naalden of aan afdekmateriaal.
Frustrerend voor patiënten, maar ook stressvol voor artsen en verpleegkundigen. En in het onderzoek van RTL in juli vorig jaar wordt aangegeven dat de tekorten een mondiaal probleem zijn waarbij er geen makkelijke oplossing voor handen is. Immers, we spreken hier ook vaak over complexe producten of specifieke grondstoffen. Maar voorzitter, ons inziens is er meer mogelijk en komen er nu eigenlijk drie dingen ook samen wat betreft het CDA. Het eerste is gebrek aan duurzaamheid, dan wel hergebruik van medische hulpmiddelen. Het tweede, gebrek aan zelfvoorzienendheid als EU. En het derde, gebrek aan notified bodies, die aangemelde instanties die een medisch hulpmiddel moeten goedkeuren. Voorzitter, in de brief van 13 maart beschrijft de minister de inzet om meer aangemelde instanties te krijgen voor goedkeuring van medische producten. Maar ik lees niets over vereenvoudigen van procedures en verlagen van kosten. Of het voorstel wat meneer Heijink net naar voren brengt, waardoor je het nog steeds veel meer overzicht kunt krijgen. Met name voor kleine volumes zijn de administratiekosten voor fabrikanten te hoog en dan trekken ze gewoon het product terug van de markt. Wat wordt aan die administratiekosten gedaan? Graag daarover een reactie. En in diezelfde brief lees ik dat de minister een taakgroep opricht zodat er beter zicht komt op de korting. En dat hij kijkt naar de mogelijkheid van gezamenlijke inkopen naar de effecten van een toenemende prijsdruk. Voorzitter, de vraag is wanneer kunnen we daar wat van verwachten? Maar ook hier lees ik niets over het aanpakken van huidige procedures waarbij huisartsen en wijkverpleging soms uren moeten bellen voordat ze bijvoorbeeld wondmateriaal hebben. Zie de Kamervragen daarover van mijn collega Lucille Werner. En wat gaat de minister aan die procedures doen, voorzitter? Tot slot. Ik heb het eerder gezegd. Grondstoffen zijn eindig. Op is op. Materialen moeten daarom worden hergebruikt. Situaties dat de verzorging van één IC-patiënt 24 uur tot 7 volle vuilniszakken afval oplevert, moet de verleden tijd worden. En vanmiddag is de motie van de SP en CDA aangenomen om te onderzoeken welke wetgeving nodig is om fabrikanten te verplichten materialen opnieuw te gebruiken. En kan de minister dat voor de zomer van 2023 in kaart brengen? En dan, voorzitter, wel tot slot. Tekorten ontstaan ons inziens mede door onze eigen procedures en Europese regelgeving, maar ook door gebrek aan zelfvoorzienendheid als EU. Veel producten komen namelijk uit Azië en dat maakt je kwetsbaar. Met betrekking tot geneesmiddelen is de bewustwording binnen de EU toegenomen en worden langzaam stappen gezet om meer zelfvoorzienend te worden. En welke acties, voorzitter, zijn er gezet met betrekking tot de medische hulpmiddelen? Dank u wel. Dank u wel. Interruptie, mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw van den Berg heeft het over zelfvoorzienendheid als EU. Maar is dat nou wel zo verstandig? Als we nou naar de coronacrisis kijken, die we toch recentelijk achter ons hebben liggen. Ja, dan zag je tot op het moment dat het nood aan de man was, dat ja, iedereen zijn eigen spullen voor zichzelf hield. Duitsland die confiskeerde de beademingsapparatuur. Italië die nam, die exporteerde geen mondkapjes meer. Zou het niet verstandiger zijn om op nationaal niveau, we hebben inmiddels 18 miljoen mensen onder ons dak, dat we daar de cruciale dingen gaan regelen? Ja, voorzitter, ik denk dat we het echt binnen de EU met elkaar betere samenwerkingsafspraken moeten maken. Want dat het gewoon onmogelijk is. Nu met corona hadden wij bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen heel hard nodig. Met een andere crisis kan ik bij wijze van spreken wel waterpompen nodig hebben. Of noem een andere buitenweg. Dus dat we veel meer erop gericht zijn dat we als EU dingen met elkaar zelf kunnen maken. Maar ik denk dat het niet mogelijk is om dat als Nederland alleen op alle terreinen te doen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind dit toch een beetje gratuit. Ik bedoel, er kunnen enorm veel ziekteverwekkers verzonnen worden, die ons heel erg lastig kunnen maken. Maar in geval van een ziekteverwekker heb je het altijd over verspreiding van die ziekte en het willen tegenhouden van die verspreiding. Dus het is heel voor de hand liggen, omdat je dan altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in grote hoeveelheden nodig hebt. Als mensen in levensgevaar komen, heb je eigenlijk altijd hart-longmachines nodig. Dus dat zijn allemaal dingen die bij elke ziekteverwekker eigenlijk gewoon hartstikke hard nodig zijn. En zou het nou niet zo moeten zijn dat voor dat soort situaties wij gewoon een bepaalde basisset in ons eigen land moeten hebben en moeten regelen. In plaats van dat we weer zo'n situatie mee gaan maken dat onze zorgmedewerkers gewoon zonder beschermingsmiddelen zitten.
Nou, voorzitter, volgens mij ten aanzien van het punt van persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de minister in zijn brief van 13 maart uiteengezet dat hij een aanbesteding gaat doen die er helemaal op gericht is dat juist in Nederland geproduceerd kan worden en dat ook wat ik noem de grondstof volgens mij in Nederland aanwezig moet zijn. Dus volgens mij wordt daar terdege actie op ingezet en ik heb begrepen dat wij ten aanzien van hart-longmachines of heet het zuurstof en intensive care, dat we daar niet zozeer de apparatuur het probleem is, dat we daar heel veel voorraad van hebben, maar dat hoort dan graag ook bevestigd door de minister. Maar dat de uitdaging iedere keer is hoe wij, ook de motie die PVV en CDA samen al jaren geleden hebben gedaan, de zorgreserve op te bouwen, hoe we dan voldoende zorgverleners kunnen krijgen. Dank u wel. Ik geef kort aan mevrouw Thiele, VVD. Voorzitter, verdovende pleisters, hechtdraad, rollators, incontinentiemateriaal, mondkapjes, heupkoppen van staal, slokdarmbuizen, ik wou het toch nog een keer zeggen. Ik kan uren en uren doorgaan om alle afzonderlijke soorten van medische materialen op te noemen. Mevrouw Agema noemde er ook al een heel stel voorbeeld, dus laten we dat niet doen. Afgelopen zomer luidden de ziekenhuizen de noodklok omdat er tekorten waren aan dit soort medische materialen. En de beschikbaarheid en leveringszekerheid van een deel van deze producten schiet tekort. Voorzitter, het is goed dat de minister een aantal verdiepende onderzoeken heeft laten doen naar de mogelijkheden om die leveringszekerheid te verbeteren, maar ik heb nog wel wat vragen. Ik wil graag weten wat de effecten van de oorlog in Oekraïne is geweest op de beschikbaarheid van medische materialen. De minister noemt het wel in zijn brief, maar ik zou graag ook beter begrijpen om welk type middelen het dan gaat en wat dan het effect was van die oorzaak en wat we daar wel of niet mee kunnen doen. Ook verwachten we, en dat woord is ook al langsgekomen, dat de coronapandemie invloed heeft gehad. Grootschalige vraag naar vaccin heeft ook geleid tot een toenemende vraag aan ampullen, vulflesjes, alcohol, naalden, noem het maar op. De grote vraag, of de VVD heeft tijdens de pandemie vaker gevraagd om meer inzicht in het veroorzaken van mogelijke tekorten. En ik wil ook weten, de minister heeft toen een aantal tijdelijke oplossingen in gang gezet, of die ook op andere kritische momenten ingezet kunnen worden. De minister geeft aan dat absolute leveringszekerheid onmogelijk is. En dat snap ik ook goed. Maar ik wil graag begrijpen wat de ambities zijn van de minister als het gaat over met name de kritische materialen en hun leveringszekerheid. En ik denk dan zelf maar eventjes aan de RIVM klasse 2 en 3. Maar wellicht heeft de minister daar nog een beter zicht op. En ik wil drie dingen weten van de minister. Het eerste is, wat is de invloed van Europese wet en regelgeving en wat kunnen we daaraan doen? Ook daar is al eerder door sprekers over gesproken. Ik heb de minister eerder aangespoord om die overgangstermijnen te verlengen. En Europa heeft besloten tot uitstel van de invoeringsdatum van de Medical Device Regulation. Dat lijkt goed nieuws, maar ik wil graag weten of dat daadwerkelijk ook invloed heeft op de terugdringen van de tekorten. En ik wil graag weten wat de minister doet met de certificeringscapaciteit. Graag een toezegging en liefst ook met wat cijfers erbij. Voorzitter, voor geneesmiddelen is er een nationaal tekortenmeldpunt. Dat geeft best goed zicht en kan ook landelijk beleid helpen stimuleren. Voor hulpmiddelen is dat er volgens mij niet. En daardoor is er vaak best laat zicht op tekorten en moet het eigenlijk uit de media komen voordat we het in de gaten krijgen. En ik begrijp dat het met die lange lijsten van verschillende hulpmiddelen best wel ingewikkeld is om zoiets op te zetten. En toch zou ik van de minister willen weten wat hij kan doen om juist ook die kritische hulpmiddelen beter in zicht te krijgen. En daarmee ook tekorten tijdig te kunnen signaleren of liefst nog te voorkomen. En dan als derde, mevrouw Van den Berg begon daar ook al wel over de strategische onafhankelijkheid van ontwikkeling van hulpmiddelen en de productie en de distributie daarvan. Ik ben eigenlijk benieuwd wat de minister nou op Europees niveau 2 weken geleden met zijn collega's heeft besproken. En wat hij gaat doen en wat het tijdspad is om daadwerkelijk ook als het gaat om hulpmiddelen een meer strategische onafhankelijkheid te krijgen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Thiele. En dan geef ik tot slot het woord. Oh, sorry, mevrouw Agema, nog interruptie, PVV. Gaat uw gang. Ja, ik denk dat we toch uiteindelijk wel hetzelfde.